Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Op de Europese weerkaart zien we dat de temperaturen rond het vriespunt lagen vanmiddag om 1 uur langs de oostgrens van Nederland. We hebben daarmee de koudste dag van deze winterperiode te pakken. Morgen wordt het nog een tikje kouder. Vooral voor het gevoel, dan gaat er een stevige Noordoostenwind waaien. Maar daar kom ik zo op terug. We zien dat een groot deel van Centraal-Europa met winterweer te maken heeft. Niet met forse kou, maar wel met temperaturen onder nul. En aangezien er ook in een groot deel van Duitsland sneeuw ligt. En ook daar de wind gaat aantrekken, krijgt ze daar zelfs met stuisneeuw te maken. De Alpen, die hebben vooral sneeuwval aan de zuidzijde. Stevig gaat het sneeuw zelfs in het Aosta-gebied en ook in Wallis en Tessin. En ook in de Franse Alpen kan een tiental centimeters vallen, oplopend tot rond de 50 centimeter. Maar dat lage drukgebied verplaatst zich geleidelijk naar het oosten en dan krijgt vooral de Balkanlanden zeer slecht weer. Bij ons gaat de luchtdruk omhoog. We hebben eerst met een Noordoostenwind te maken. En in de loop van zaterdag draait hij naar noordwest tot noord. En vanuit die hoek komt een zachtere lucht vanaf de Noordzee ons land binnen. En dan wordt het wind weer bij ons verdreven. Gaat gepaard met hooguit wat lichte neerslag. Maar voorlopig zitten we nog even in de koude lucht. Vanavond gaat het overal weer vriezen. En de Noordoostenwind is dan al toegenomen, naar matig tot vrij krachtig. De temperatuur rond min 2 graden voelt het dan al snel aan als min 7 of min 8 graden. Komende nacht blijft het droog en vrij helder. Temperaturen liggen rond de min 4 of min 5 graden. Aan de grond ongeveer min 7 graden. Het blijft ook overal droog. En die stevige noordoostenwind die maakt ook de wegen droog. Dus de kans op gladheid is erg klein. En morgen dan schitterend weer. Zeker vanuit het, gla Van achter het glas moet ik zeggen. Of uit de wind. Heerlijk. volop zon. Amper een wolkje aan de hemel. Maar in de wind met die noordooster. Ja dan is het toch echt koud. Maximaal 0 tot 3 graden. Maar de gevoelstemperatuur is middags min 2 tot min 5 graden. En vroeg in de ochtend ligt die zelfs rond de min 10 graden. Dus daar ga je ochtends mee naar het werk of naar school. Dat hele koude weer, dat raken we dus daarna kwijt. In de nacht naar zaterdag vriest het nog. Maar aan het einde van de nacht bereikt de zachtere lucht het noorden. En vanuit het noorden komen er dan wolkenvelden. En kan er wat lichte motregen of regen vallen. Af en toe schijnt ook nog even de zon. En uiteindelijk wordt het dan 6 graden. In de nacht na zondag geen vorst meer. Zondag overdag 5 tot 7 graden. Wisselend bewolkt en enkel buitje. En ook maandag af en toe regen bij temperaturen van 5 tot 7 graden. En als we dan naar de temperaturen kijken voor de komende tijd, dan zien we die forse stijging op zaterdag. En daarna kabbelen we een beetje rond, rond de 5 graden. De kans op nachtvorst is eerst klein, later wordt die langzaam weer iets groter. En de kans op sneeuw? Voor de goede orde zet ik hem er even bij. Die is voorlopig dus 0%. Pas in het volgende weekend neemt de kans op sneeuw weer een heel klein beetje toe. Voor de winterliefhebbers, morgen dus nog even genieten van de echte kou. En daarna gaan de temperaturen omhoog en zijn we van de winterse ongemakken verlost. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.